Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom voor de derde keer vanuit de prachtige Bethelkerk in Zwijndrecht. Ik mocht hier tijdens de tijd voor Pasen twee keer een online opname maken met Johan Petersen en Pieter Baarsen. En er werd zo massaal en positief op gereageerd dat we gezegd hebben, we gaan nog een keer naar Zwijndrecht voor een derde opname. En dan met geliefde geestelijke liederen. Dus vanavond gaat dat gebeuren. Johan en Pieter, van harte welkom. Twee mannen van de Urkermansformatie. Wilt u ze ook nog eens een keer live zien en horen? Dan kan dat tijdens de zomertour en tijdens ons jubileumconcert op 25 mei, zaterdagavond in de Bovenkerk in Kampen. Dank voor het afstemmen, dank voor de donaties en de bedrijven die een banner plaatsen. En ik ga beginnen met een orgelintro in de vorm van een mars over dat bekende lied uit de bundel van Johannes de Heer, Zouden wij ook eenmaal komen. Geniet van het prachtige orgel in Zwijndrecht. Een van de meest gevraagde liederen uit de bundel van Johannes de Heer is Welk een vriend is onze Jezus. En Johan en Pieter die hebben daarvan een prachtig duet gemaakt samen. En dat gaan ze voor jullie zingen. En ik mag het begeleiden op het prachtige orgel hier in Zwijndrecht. Welk een vriend is onze Jezus. MUZIEK
improviseren over psalmen is altijd heel erg mooi om te doen. En in de begeleiding beperk je natuurlijk tot begeleiding. Er zitten prachtige registers op om te kleuren op het orgel. Maar je wil natuurlijk ook af en toe alle registers open laten gaan. En dat kan heel erg goed in een improvisatie over psalm 47. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt. Een toccata, repeterende noten op het klavier en een melodie in het pedaal. Psalm 47. Ja, ik vertelde al dat we de komende zomer ook met de Urkermansformatie weer op tour gaan. En daar zijn Johan en Pieter
uiteraard ook bij. En heel vaak hebben we dan een prachtig lied op het programma. Dat heet Zachtkens en Teder roept Jezus de Zijnen. We beginnen de concerten traditie getrouw altijd met liederen die dicht bij ons allen staan. Nederlandstalige geestelijke liederen, vaak ook liederen over de storm en de zee. Maar bij UMF gaan we dan daarna ook over naar klassiek en gospel. En na de pauze ook populair. Programma's voor elk wat wils. Van harte welkom daar eens een keer te komen kijken en luisteren. Maar nu, zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen. De solo wordt gezongen door Johan en op het refrein duet Pieter en Johan samen. Straks is
Van Sela zijn er heel veel bekende, prachtige liederen en regelmatig brengen ze weer iets nieuws uit. Ik ga misschien wel de twee bekendste voor jullie spelen, een combinatie van De Toekomst Vol van Hoop en Ik Zal Er Zijn.
We gaan het programma afsluiten met het lied Hoop. Een paar weken voor de coronacrisis uitbrak, schreef ik het lied. Soms weet je niet waarvoor je het schrijft. En soms schrijf ik dingetjes en dan repeteer je het wat en dan zing je het wat en dan speel je het wat. Dan gooi je het weer weg en denk je, dit is echt helemaal niks. En soms is er iets bij wat hart en raakt. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. En iemand die hart en kan raken met zijn prachtige stem is Pieter Baarsen. Hij gaat het lied Hoop voor jullie zingen. En in het refrein zingen Johan met zijn prachtige heldere stem en Pieter samen. Hoop, Vader, hoog daarboven, geef mij hoop. Het nacht is in mijn leven, geef mij dan kracht om op te staan. Als ik de moed heb opgegeven, wilt u dan Vader naast mij staan, zodat ik dan niet hoef te denken. Dat u al waar en niet bent, maar dat u naar mij staat te wenken, omdat u mij bij name kent. En met dit ontroerende lied zijn we gekomen aan het eind van een drieluik vanuit de Bethelkerk in Zwijndrecht. Ik wil Johan en Pieter van harte bedanken. En wilt u ze nog eens horen? Ik heb het al eerder gezegd. Kom naar het jubileumconcert op 25 mei in de Bovenkerk in Kampen. Of bezoek een zomerconcert. Het thema dit jaar is De Zee Zingt. Die titel spreekt voor zichzelf. Ik wil ook Leen Koster, de beheerder van deze prachtige kerk, van harte bedanken voor de gastvrije ontvangst en de koffie. En natuurlijk Wim met zijn prachtige bedrijf Vibeshoft, van harte aanbevolen. Ook bedankt. Bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week. Voor morgen een goede zondag. En ik eindig traditiegetrouw met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.